hem af wat er als Den Issel heen gaat. Wat hij op dit moment aan het doen is. Of hij kijkt naar zo'n wedstrijd of niet. De coach die van de week gestopt is omdat de druk te groot werd. Nou, ik denk dat hij zegt, ik ben blij dat ik dit niet hoef mij te maken. Maar na de time-out schieten ze één keer van de zes keer balbezit. Daar gaat de volgende. Kijk eens. En een fout. Zo, jongens. We zitten nou al in een lekker gedeelte. Ze begonnen goed, Orlando. De eerste drie keer balbezit was drie scorers. En daarna hebben ze nog zeven keer balbezit waar ze niks mee doen. En elke keer is het Jordy die het overzicht verliest. Ja. Ja, Denver die profiteert er toch helemaal niet van. Wat de kans hebben die nu al gehad. En andersom ook. Ja, dus. Maar ja, goed, die staan nog voor. Die kunnen zich wat veroorloven. Nou, zit het. Nog een minuut. Nou, lekker. Dit is goed doorgepaard. Zo. Nou, zo. Livingstone mist hem helemaal. Denver, die komt toch tot twee punten. Dat moet dan wel. Dat gewoon de timing goed is. En daarnaast is hij dan nog heel erg lang. Een minuut te gaan in deze wedstrijd. Althans voorlopig in deze eerste verlenging in de McNichols Arena in Denver. Dat is goed verdedigd van Mutombo. Oh, daar gaat het heel hard aan toe. Nou dan, valt hij nu wel? Nee, valt nu niet. Ja. En dit is een hele goede rebound. En die stopt hij er echt wel in. Zo. En ja hoor, bij de heren zijn boos. Mutombo en zijn teamgenoot. Ik dacht dat Reggie Willing was. En Lyant. Mutombo staat tegen de scheidsrechter aan te praten. Want ik geef aan dat O'Neal met de ellebogen naar buiten behoorlijk stond te rebounden. Maar ik zou niet weten hoe hij dat anders moet doen. Ja, kijk, het is knokken voor een positie natuurlijk. En hij heeft dan een inside positie. Nou, dan kan je het wel schudden tegen hem, want die geeft hij nooit en nooit weg. Maakt niet eens uit wie het is. Kijk, hij moet toch een beetje onvrede van zich afreageren, de Tombo. Praten met Brian Williams, dat vind ik wel goed dit. Kan je een beetje van je agressie kwijt, dat is wel leuk. Hij moet zich nu toch weer concentreren op zijn taak. Maar ik kan me die frustratie toch wel een beetje voorstellen. Tuurlijk. Sta je goed te werk in de verdediging, blok je iemand weg. Zie je dan die teamgenoot in de fast break de bal kwijtraken, dan die teamgenoot. En het is ook, ja, je eer, hè, je proud. Jongens wil niet verliezen. Dit is niet alleen maar een wedstrijd, dit is ook Shaquille tegen Mutombo. Als je nou zo'n dunk om je oren krijgt, heb je het wel weer even gehad. En je ziet het. 53 seconden te gaan in de verlenging. Kijk naar Shaquille O'Neal. Moeten scoren, Denver. Moeten scoren. Mag geen drie punten meer tegen krijgen. Twee heel belangrijke dingen. Je hoort de zoomer gaan hier in de McNichols Arena. Kijk naar Dikembe Mutombo. Center van Denver Nuggets. Kijken nog een keer. Kijk, hier heeft Shaquille de inside. Kijken naar die elleboogjes. Nou, het valt wel mee, vind ik. Oh, ik gooit even die linkerarm weg naar Mutombo. Hier zullen we dat beter kunnen zien. Nu nog niet, maar daar gebeurt dat. Jij meteen, kijk het vocale erachter, hè? Nou ja. Trouwens, hij krijgt haar tegenwoordig. Zijn bakkenbaard is eraf. Zal het gaan om drie fouten of zo, denk ik, in Overtuin. Denver mag ze al niet meer maken. Nou, kom op met je scoren. Slijt erop, poster tegen Horace Grant. Nou, er gebeurt wat hoor, daar onderin. Zo. Ja, een Grant zet je niet zomaar opzij. Schot. Belangrijk. Ja, ja, 37,5 seconden. Schotklok begint op 24 seconden. Je moet hem stoppen. Alles is mogelijk. Stop. Mogen ze niet laten scoren, anders wordt het moeilijk. En maar wachten. Hardaway staat verstopt aan de overkant. Schotklok links. U ziet het, 5 seconden. Ja. Oh, kijk eens even. Dat is hard aanpakken. Bom. Reggie Williams. Nee, Reggie Slater. Reggie Slater krijgt de fout. Vraag hoeveel time-out je nog heeft. Op het scherpst van de snede. En je praat niet over een wedstrijdje per week. We praten over drie wedstrijden per week. Denver speelt morgen al. Orlando speelt zondag. Bij Phoenix. Anthony Hardaway op de vrije worplijn. Belangrijke score. Ja, hele belangrijke drie scoren. Punten een verschil. Deze valt. En hij valt. Ja. Tuurlijk, time-out. Direct aangevraagd door Reggie Williams.
zal het spelen zijn, iets in de 20 seconden of zo, 16. 16 seconden. Hele vlugge score nodig, hoeft geen drie punten te zijn en meteen weer een fout maken. Dat is het enige wat er overblijft voor Denver. Anders gaan ze de klok spelen. Maar het is een plaatje van een wedstrijd voor ons natuurlijk. Lekker spannend, kan alle kanten op. Kon alle kanten op, denk ik. Maar eigenlijk past het ook wel in de geest van de wedstrijd dat Denver eigenlijk zijn kansen weggooit. Ze hebben toch wat kansen gehad hoor. Na de time-out dat ze met 100 tegen 106 achterkomen. Zes keer balbezit, vijf keer misschiet en één keertje raak. Ja, dat kan gewoon niet. Een deel van het publiek is al onderweg naar de uitgang. Je gelooft je ogen niet. Toch wel nu. Want in de wedstrijd viel me dat juist op, dat iedereen een beetje bleef natuurlijk. Ja, dat is toch raar, hè? Dat zou je bij ons toch niet zien, dat ze zomaar weglopen. Terwijl u kijkt naar de cheergirls van de Denver Nuggets in de McNichols Arena, kijken wij even naar rond in het stadion via een andere monitor. Kijk even terug. Hier pakt hij de baseline. Reverse. Ja, dan komen de klap hoor. Zo. Speelt alleen met de man. Penny Hardaway zit alweer zowat op de driepuntlijn. En mag vervolgens naar de vrije worplijn. En scoort daarin twee keer. Ja, nukkertjes over is. Geen timeouts meer. Er moet een wonder gebeuren. Willen die het nog redden? Ja, Orlando hoeft zich niet zo druk te maken. Ik denk niet, Orlando moet geen fout maken, want dan stop je de klok. En dat is in hun nadeel. Met 16 seconden spelen kun je beter een score weggeven. Dat gaat tenminste de klok door. Binnen 2-3 seconden de klok stoppen is niet goed voor Orlando. Brian Hill, Orlando coach. Dicht bij de 32e overwinning van dit seizoen. Dit in de eerste verlenging met McNichols Arena, Denver Nuggets, balbezit. Mahmoud Abdul-Rauf weer terug in het veld. Valt, knap. Kemba Mutombo. Dit doet hij dus toch wel goed. Ik heb al veel gezien. Hier komt de fout. Ja. Op Anderson. Ja, er zit niks anders op. Het nadeel is dat er geen time-out meer is. Dus je kan niet meer op de middenlijn beginnen. Je moet nu op je eigen helft beginnen. Het is aardig natuurlijk met zo'n score. Dat vervolgens de spelers van Orlando Magic de hersens erbij moeten houden. Aan wie geef je die bal? Als je de bal weer in het spel brengt, geef je hem aan O'Neal. Geef je hem aan O'Neal, moet hij naar de vrije worplijn. En dat is een ander verhaal als bijvoorbeeld Anderson, althans in principe. Ja, maar dat is verdedigend. Ja, maar goed, als hij er maar één ingooit, heb je tenminste een drie punten. Ja. Kijk. Oh, hij ging erin. Ik dacht dat hij misging. Jalen Rose wil erin. Ja, die wil 48 minuten spelen. Dus nou 53, dat maakt hem helemaal geen fluit uit. Ja, de afstandsschot nodig natuurlijk nu. Zo. Ja. Bowie erin, voor. Ja, dat is logisch, hè, dit allemaal. Kijk, je staat drie punten achter, dus je inside verdediging is helemaal niet belangrijk meer. Nee. Wat er ook gebeurt, geen drie punten tegen. Dus een bewegelijke speler erin, anders Anthony Bowie. Ja, de buitenkant tegen. Valt wel, en daarmee is het toch echt wel bekeken, hoor. Of hij moet nog even heel snel een drie punten gooien. Goed gedaan. Nu is het gebeurd. Over en sluiten maar. Gooi hem er nog een keertje in. En oh, het past in de wedstrijd. Penny Hardaway mist in de allerlaatste seconde. Het past volkomen in deze wedstrijd. En zo met Orlando Magic aan de positieve kant van de score na één verlenging. Orlando Magic wint van de Denver Nuggets en daarmee gaan we afscheid nemen. Volgende week dus Charlotte Hornets tegen New York Knicks. Voor nu, Meijner van Veen en Martin Wuijs groeten u. McNichols Arena, Denver Nuggets gaat de verlenging onderuit tegen Orlando Magic. En dit is de eindstand. Vrijdag wagen de Knicks zich in het wespennest, waar Maxi, LJ en Alonso met een scepter zwaaien. Vinden Ewing en Starks een tegengif voor hun dodelijke aanvalsdrift? Kijk live op vrijdagnacht om 2 uur of samengevat op zaterdagmiddag om 12 uur.